Ajax onder 13-2 speelt de laatste wedstrijd in de groepsfase van de beker. Zij treffen Kampong uit Utrecht. En ze komen al heel snel op voorsprong. De indraaiende vrije trap van Bram van Esveld wordt door niemand aangeraakt. En zo staat Ajax op 1-0. En hier wordt het 2-0. Een prachtige goal van Reijer Landsaat. Schitterend in de verre hoek. Ajax won al 2 keer in de groep. 2 keer dik ook. En nu op jacht naar een nieuwe monsterscore. Want hier is het al 3-0. Het doelpunt van spits Giandro Sambo. En dus gaat Ajax sowieso wel door naar de volgende ronde. Is het de vraag wat ze vandaag laten zien. En het gaat weer hard. Sambo. Hier het schot. En weer een prachtige goal. Dit keer is het Radmir Gosardanabaks. Met een prachtige naam en een prachtige goal. En zo is het al 4-0. Kampong heeft weinig in te brengen. En hier is Ajax weer. De actie naar de achterlijnen terugtrekken naar Sambo. Die heeft wat pech. En dan het ongelukkige eigen doelpunt van Kampong onder 13. 5-0 bij rust. En na rust gaan we gewoon door waar we gebleven waren. Zakaria Ouzane. En dus 6-0. Opnieuw een mooie aanval. Goed gekapt. Dan staat daar weer spits Sambo. En hij maakt zijn tweede. 7-0. Weer een uitstekende wedstrijd van de ploeg van Marco van Galen. En de aanvallen zijn mooi. De doelpunten zijn dat vaak ook. Hier weer een mooi doelpunt, want het is de derde van Sambo. Hij doet het helemaal zelf. Draait dan terug. 2 spelers op het verkeerde been. En dan schiet hij in buiten bereik van de doelman. En hier weer Giandro Sambo. Nu veel sterker. En daar is zijn vierde. Een heerlijke ochtend voor de spits van Ajax onder 13-2. En het staat 9-0. En dan gaan we op zoek naar de dubbele cijfers. De corner van Landsaat. En daar is de 10-0. De kopbal is van Ouzane. Hij met zijn tweede. En dan zijn we nog niet klaar. Want er komt nog 1 doelpunt. Die is hier in de maak. Sambo. De voorzet vanaf links. En daar is hij weer. Gosardanabaks met zijn tweede. En dat wordt dan dus de eindstand in deze wedstrijd. 11-0. De keeper Tommy Setvoort heeft weinig te doen gehad. Hij laat zich hier dan nog even zien op het eindsignaal. Ajax onder 13-2 wint dus met 11-0 van Kampong. Ze pakken 9 punten in de pool met een doelsaldo van plus 31. En zijn dus door in de beker.